Ik wil even zeggen dat de ondertiteling komt vrijdag online. Sorry daarvoor. Maar ja, dan kunnen jullie vrijdag alles even opnieuw terugzien met ondertiteling. Ciao. Het is nu 12 uur. Kijken? Nee. Oh nee, het is nu 11:30. En ik zit nu lekker in mijn studio. En ik heb wat nieuwe tracks. Lekker Ibiza vibe tracks. En die ga ik nu even uittesten op mijn draaitafel. En over 4 uurtjes moet ik naar Schiphol. En dan vlieg ik lekker naar Ibiza. En ik heb er echt super veel zin in. Morgen heb ik daar ook een meeting. En nou, ik heb er echt super veel zin in. Ik draai bij Sander van Hoorn. Op zijn 400ste radioshow. Dus ik mag daarvoor voor opwarmen. Dus dat is echt een super mooie kans dat ik dat mag doen. Dus ik ben echt heel benieuwd. En ik ga het nu allemaal even uittesten. Zo, ik ben net door de douane heen. En altijd het allereerste wat ik altijd ga doen als ik op Schiphol of ja, op een vliegveld aankom, is een parfummetje opdoen. Dat vind ik gewoon, ja, dat vind ik gewoon echt super lekker. Dus ik heb net een lekker parfummetje opgedaan. En ja, het duurt nog een uurtje voordat we gaan vliegen. Dus ja, dat wordt een beetje rondgangen hier. Maar. We zijn een beetje moe gaan slapen. Ik kan nog 2 uurtjes even lekker boven deze doen. En het zonnetje komt mooi op. Net ingecheckt in een hotel, echt een super mooi hotel. Alleen we konden nog niet op de kamer. Dus dat was wel jammer, dus konden we ergens anders konden we, zeg maar, omkleden, andere kleren aan. En dus als we dadelijk terugkomen, zouden we wel op de kamer moeten kunnen. En dan ga ik denk ik nog heel eventjes slapen. En dan ga ik denk ik nog eventjes lekker aan mijn muziek werken. En dan zie ik het wel wat ik daarna ga doen. Vandaag is de dag dat ik moet draaien. Ik zit hier in de lobby met mijn laptop. Gisteren echt een goede meeting gehad. En ja, nu gaan kijken hoe ik het even ga aanpakken. Maar nu eerst voorbereiden voor mijn set. Ik ga eerst 2 uur opwarmen voor Sander van Hoorn. En daarna gaat hij zijn 400ste radioshow doen. Dan gaat hij weer draaien voor een livestream. Een soort private party wordt er gegeven. Dus ik ben benieuwd. Ik ga nu eerst even wat eten. Dan nog even muziek. Dan klaarmaken. En dan naar de locatie toe. Pas koffer klaargemaakt. En nu gaan we naar St. Joseph volgens mij. En we zitten nu in de taxi. Dan ga ik draaien. Ik hoop dat ik wel onder een parasol of zo sta. Want het is echt super warm. Ik heb nu al Zweeds nog. Misschien knip ik dit wel eruit. You're not the only one. Dus je hebt een stiffie op doen. We zitten nu in de taxi en dan gaan we lekker een beetje Ibiza vibe muziek draaien. Dus let's go. Hij is hier in de house hier. Alle kijkers, alle 2 kijkers. Oh,